Welkom bij deze tweede vergelijking van de squat. Mijn eerste video zagen we dus mijn eerste squat sinds mijn operatie. In deze video gaan we een paar dagen later bespreken wat er gebeurt met mijn squat. Deze zou eigenlijk moeten verbeterd zijn. We gaan kijken wat er gebeurt. We gaan eerst kijken naar de volledige video. Wat hier al meteen opvalt is dat mijn lichaam redelijk centraal blijft. Kunnen we zien aan deze twee loodlijnen die ik heb getekend. Links is het achteraanzicht. Daar kunnen we goed op zien wat de rug en de wervelkolom zich begeeft ten opzichte van de centerlijn. We gaan eens even kijken naar het diepste punt van de squat. Zo. In dit frame begeven we ons op het diepste punt van de squat. We zien hier heel duidelijk dat mijn rug heel recht staat ten opzichte van de loodlijn en ook helemaal in het midden. Dus een hele verbetering ten opzichte van mijn eerste squat. En we zien ook dat het gewicht dus evenredig verdeeld is op de twee voeten. We gaan nog één keer om af te sluiten de video helemaal bekijken. Zo, dit was mijn vergelijkingsvideo van mijn squat na mijn operatie.